Nederlanders hebben een bijzondere relatie met water. We maken er land van, we gebruiken het voor vervoer of we gaan erop schaatsen of zeilen. Maar wist je dat we het vroeger ook gebruikten ter verdediging van ons land? Om ons land te beschermen tegen aanvallen van buiten werden soms hele stukken land onder water gezet. Soms waren dat stroken van wel 30 kilometer breed. En dat onder water zetten deden wij heel slim. In het hele gebied kwam een laag water van ongeveer 30 centimeter. Dat lijkt niet zo diep, maar daardoor werden onze vijanden op een dwaalspoor gezet. Ze konden het verschil niet zien tussen land dat een beetje onder water stond en sloten en kanalen. En daardoor werd het levensgevaarlijk om met paarden het gebied in te gaan. Het paard kon gemakkelijk struikelen of verdrinken. En met de boot lukte het ook niet, want daar was het niet diep genoeg voor. Op belangrijke punten stonden bovendien forten en vestingsteden. Deze Hollandse waterlinie, zoals we die verdediging noemden, heeft ons vaak beschermd tegen de vijand van buiten. Vaak, maar niet altijd. In de zomer van 1672 waren de Fransen ons land binnengevallen. En in eerste instantie kwamen ze ook inderdaad niet langs de Hollandse waterlinie. Maar toen kwam er een strenge winter. De Hollandse waterlinie bevroor en het gebied werd ineens goed begaanbaar. In de buurt van Bodegraven kwamen een paar duizend Franse soldaten over het ijs. De dorpen Zwammerdam en Bodegraven werden geplunderd en veel inwoners werden vermoord. Gelukkig begon het toen te dooien en de Fransen trokken zich weer terug. Toen ze weg waren, gaf stadhouder Willem III meteen opdracht om op die plek een fort te bouwen. Met dat fort zou men de waterlinie nog beter kunnen verdedigen. Dat werd Fort Wierikerschans. Een geheimzinnige plek, want het was lange tijd verboden voor gewone mensen om er een kijkje te nemen. Toen Fort Wierikerschans af was, was het eigenlijk meteen overbodig geworden. De waterlinie was namelijk naar het oosten verlegd. Dat vonden de generaals toch een veiliger idee. Het fort lag nu achter de waterlinie en werd gebruikt als opslagplaats voor buskruiten en andere zaken. In de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door het leger of om gevangenen op te sluiten. Gelukkig is het fort nu voor iedereen te bezichtigen. Het is een prachtige plek om de Hollandse waterlinie van dichtbij te bekijken. Leuk ideetje voor de zomer.